Hi Schorpioen, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is voor week nummer 13. En dat is van maandag 27 maart tot en met zondag 2 april. De kaarten schudden om te kijken wat week 13 voor de Schorpioen gaat brengen. Dan lijkt het Schorpioen alsof week 13 een week is waarbij je voor jezelf de tijd neemt om over dingen na te denken. Het kan zijn dat je zelfs wat onrustig kan slapen, kan dromen, zeg maar. Hè. Dus het heeft ook te maken met de vrouwelijke kant, zeg maar. Of je nu een man of een vrouw bent, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel er meer mee te zeggen dat het echt wat een stukje intuïtie is, dat het een stukje dromen kan zijn, dat het wat onrustig kan zijn. Het hoeft niet per se te betekenen dat er vervelende dingen gebeuren. Zo. Alleen het is een stukje wat je nog niet helemaal voor jezelf altijd onder controle hebt. En daardoor kan het soms wat anders aanvoelen dan dat het eigenlijk zou. Dan dat je het prettig zou vinden. En het is vooral een stukje dat je dus echt getriggerd wordt om naar je eigen gevoel te luisteren, om naar je ideeën te luisteren. En dat kan ook betekenen dat je misschien voor jezelf heel erg aan het onderzoeken bent over wat je anders zou willen. Er lijken gewoon bepaalde dingen naar boven te komen van zaken die je normaal gesproken niet altijd onder ogen wil zien. En dat hoeft niet te zeggen dat het slecht is. Het zijn gewoon stukken die je misschien normaal gesproken niet wil zien. En deze week lijkt je daar net iets gevoeliger voor te zijn. Dus kan het zijn dat je er echt even doorgetriggerd kan worden. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.